dan moet Ajax proberen de aanval van Go Ahead Eagles op plaats 5 af te slaan. Want zo is het ook gewoon. 44 punten voor Ajax. 40 voor de ploeg uit Deventer. Dat gat kan dus verkleind worden. Daar de man die alle camera's op zich gericht kreeg deze week. Michael van Praag. Die de boodschapper was van het nieuws rond Alex Kroes. Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ploeg uit Deventer draait een superieur seizoen. Derde op rij in de Eredivisie. Na een 13e en 11e plaats lijken ze dat dit seizoen te gaan overtoepen. Met een goed uitzicht op play-offs om Europees voetbal. Gods combineert met Bergwijn. Ruimte op rechts voor Guy. Drie man van Ajax voor de goal. Linsson uit de draai. Nog een keer de Deen met een voorzet. Linsson gaat naar het gras. Dat vindt Nachtegaal allemaal niet zo bijzonder. Willemsson, nou daar kan je. Probeert zich er tussendoor te wurmen met succes. Alleen dan is het schot nou niet bepaald overtuigend van Bobby Adekanje. Goed manswerk vrijgespeeld door Rensch. Dan kan er tempo ontstaan in de aanval. Omdat het verticaal richting de Gaal goal van de Lange gaat. Gods draait hem in de handen van de Lange. Bergwijn. Best wel wat ruimte nu voor Ajax. Als het snel gaat, valt er wat te halen in deze aanval. Guy naar Bergwijn bijna. Afvallende bal is voor Tahirovic. De Lange had er goed het oog in. Go Ahead verhoogt de moeilijkheidsgraad voor Ajax door de ruimtes beperkt te houden. Toch ontstaat hier de kans voor Manswerk. Als er met geduld toch wat ruimte gevonden wordt. Maar daar kan je. Zoekt Hato op. Deil gaat naar binnen. Dan is dit balletje een mislukte voorzet of een heel zacht schot. Ramai zorgt voor een snelle tegenstoot door Guy aan het werk te zetten. Hier is Guy andermaal. Wat een geweldige bal. En die moet Bergwijn dan binnen voleren. Maar er volgt een Engels scheldwoord van 4 letters na een prachtige voorzet van de Deen. Edvardsen. Rensch in de achtervolging, maar die is te laat. Ah, dan kan je voor de goal. Edvardsen, goede redding van Ramai. Het is los nu, deze wedstrijd in Amsterdam. Gods. Zoekt Deil op, haal de achterlijn. Daar komt Guy en wat een geweldige treffer. En kijk eens wat er loskomt. Bij de man die er zo verguisd is geweest. Dit is ook weer niet de zwaluw die direct zomer maakt. Maar het is wel een goal. Goed voor heel wat zonnestralen. Boom! Vol op de pantoffel. Die heeft de Lange alleen maar gehoord. Iedereen bij Ajax in het strafschopgebied. En toch kan Willemsson koppen. Uiteindelijk breekt Ajax uit via Bergwijn. 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 Daar heeft de Lange nog de moeite mee. Het spel kan weer naar links geplaatst worden. Daar is de ruimte voor Gods om de 1 tegen 1 aan te gaan met Deil. Lindhorst probeert nog te redden, wat het te redden valt. Maar het is de paal die uiteindelijk Go Ahead Eagles echt redt.
En 1 tegen 1, zo ziet Mika Gods het graag. Handig balletje van Willumsson. Ah, daar kan je. Kan Taylor opzoeken. Ah, daar kan je. Herkansing is er voor Kuipers. Volleert recht in de handen bij Diandre Mai. Net ver genoeg van de goal. En net dichtbij genoeg om het met gevoel te kunnen doen. Alle hands aan dek voor Diandre Mai als Willemsson achter de bal staat. Die lift hem over de muur, maar ook over de goal. Ajax gaat wisselen en het is Mika Gods die het veld verlaat. Fitz Jim neemt zijn plek in. Het is voor hem zijn rentree na zijn uitleenbeurt aan Excelsior. Dit is heel riskant wat Ramai doet. Acteert de rust zelf. Maar als het contact van Baten met de bal daar iets voller is, gaat het gewoon de boek in als een Belgische treffer van Thibaut Baten. Guy. Slim balletje naar Bergwijn. Goede bal zeg van de Deen, maar die wordt niet beloond met een assist. Omdat Bergwijn die bal vooral schampt. Edwardsen, daar bij de eerste paal. Dit is een gevaarlijke corner met een geweldig blok van Kaplan. En zie je ook de euforie bij de Turkse verdediger. Is het een publiekswissel? Min of meer, misschien is hij ook wel leeggestreden. Maar hij ontvangt applaus en dat is wel eens anders geweest. Toen was het cynisch, nu dankbaar. Na deze wonderschone treffer die vooralsnog het verschil maakt. Duidelijk weer in de harten gesloten van het Ajax-publiek. Mova. Edwardsen. Anderhalve minuut onderweg in de toegevoegde tijd. Als Ramai komt, maar niet bepaald solide is. En dan is daar de treffer van Kuipers. En dus de gelijkmaker voor Go Ahead na een grabbel van Ramai. Hij lag daar het laatst in de ereloge na een flater van Ramai. Die is daar natuurlijk geen beschermde doelman. Ga dat duel aan met Stokkers. Maar in plaats van die bal een lel te geven met zijn vuisten, probeert hij nog te plukken. En dan kan Hato op de lijn ook niks meer corrigeren. Dan eindigt het voor het derde jaar achtereen tussen Ajax en Go Ahead Eagles in een gelijkspel in Amsterdam.